Goedemiddag, we staan hier in Baren en naast mij staat Roel van den Besselaar. We hebben eerder een interview gehad met hem en toen ging het over de rechtmatigheidsverklaringen. Ik ga hem nu vragen, hoe staat het ermee? Ja, Michel, de rechtmatigheidsverklaring waar we het eerder over gesproken hebben, dat was toen nog het idee dat die begin januari misschien wel ingevoerd zou zijn. Dus er zat best wel veel druk op. Inmiddels is gebleken dat het wetgevingstraject toch wat langer duurt. En dat, zoals op dit moment de verwachting is, dat over controlejaar 2020, dus in 2021, voor de eerste keer een door het college van BMW afgegeven rechtmatigheidsverklaring opgesteld zal gaan worden. Dus daar zit een behoorlijk uitstel op ten opzichte van onze eerste verwachtingen. Maar wat is de impact daarvan voor het lokale bestuur? Van de uitstel bedoel je? Ja. Eigenlijk is het de impact van de uitstel valt op zich wel mee, omdat men zich toch moet voorbereiden op de handelingen die nodig zijn om die interne verklaring, die collegeverklaring zelf te kunnen afgeven. Dat betekent dat men toch moet gaan kijken hoe de processen in beheer zijn, welke risico's er zijn, welke handelingen men kan verrichten om de risico's af te dekken. Op een zodanige manier dat in dit geval niet meer de accountant, maar het college met een gerust hart een handtekening kan zetten en kan zeggen, wij zijn rechtmatig, wij zeggen wat we doen wat we zeggen. Dat is het in feite. Dank je. Als ik goed ben geïnformeerd, komt er ook op 17 januari aanstaande in Utrecht bij het RIS-congres Lokaal Bestuur, komt er een nieuw handboek uit. En daar zit atlas en handtekening onder. Vertel eens. Ja, dat RIS-congres inderdaad. Dat is trouwens in het provinciehuis op 17 januari. En daar hebben wij een handboek waarin wij van een aantal hele belangrijke onderwerpen waar het lokaal bestuur nu mee te maken heeft. Denk aan de 3D's, maar denk zeker ook aan privacy. Denk aan wat is de verhouding interne controle, externe controle. Nou, zo zijn er nog een aantal te noemen. Waarin wij een soort theoretisch kader schetsen voor die onderwerpen. En die gaan we ook onderbouwen met praktijkcasussen die wij uit onze praktijk en uit de praktijk van collega's hebben opgedaan. En daar willen we graag als een atlas voor de slimme gemeente, zo noemen we het handboek ook, willen we daar graag een handvat geven voor de gemeente om te kijken hoe je op een andere manier naar al die complexe onderwerpen kunt kijken. En dat loopt een beetje, de vorderingen met betrekking tot het handboek? Ja, ik heb al diverse hoofdstukken teruggekregen en gelezen. En ik moet zeggen, daar staan hele mooie, hele interessante verhalen in. Met name van collega-kantoren van ons op gebieden waar wij zelf niet actief zijn. Die hebben we er dus ook bij. Dus het is echt een heel breed handboek. Waar zelfs ik nog wel van een aantal hoofdstukken echt dacht van, wauw, dat is echt wel hele interessante informatie. Dus ik heb daar veel zin in. En ja, wij lopen echt op schema. Interessant, want het is namelijk zo dat de bezoekers van het RIS-congres Lokaal Bestuur op 17 januari, die krijgen allemaal dat handboek gratis in de goodiebag na afloop. En ik zou zeggen, graag tot ziens allemaal op 17 januari aanstaande Provinciehuis Utrecht, RIS-congres, Lokaal Bestuur. Dank u.